ben Patricia Werkhoff. Ik ben 45 jaar. Ik werk op een basisschool in Nesselanden als managementassistente. Ik heb een dochter van 13 en ik ben gescheiden. En na mijn scheiding werd ik ziek, kreeg ik borstkanker. 3 tumoren in mijn linkerborst en een uitzaaiing in mijn poortwachtersklier. Een volledige borstamputatie. En ja, dat is het ziektebeeld. En nu ben ik bezig met mijn reconstructie. Nou, mijn moeder die heeft borstkanker gehad een aantal jaren geleden. En daardoor zat ik eigenlijk in de controle. Uiteindelijk werd ik een half uur later naar binnen geroepen. En de mededeling was gewoon, er zitten 2 tumoren in je borst. Die zitten dusdanig van elkaar verwijderd. We gaan voor je volledige borstamputatie. Dat is gewoon het nieuws wat je krijgt. En dan is het van, oké. Okay. Ja, sorry. Je hebt dat te accepteren. En dan loop je met die boodschap loop je het ziekenhuis uit. Ik ging erin alsof ik griep had. En het enige wat ik hoorde op een gegeven moment was, eind september heb je de laatste chemokuur. En ik zei letterlijk tegen mijn directeur, oké, 3 weken heb ik een herstelperiode. Dat betekent eind september wordt mijn laatste chemokuur. 3 weken later, dan heb ik ook nog de herfstvakantie ertussen, dan ben ik er wel weer. Dus na de herfstvakantie start ik weer met werken. En dat bleek dus niet zo te zijn, want uiteindelijk na mijn derde chemokuur kreeg ik een longembolie. En toen dacht ik voor het eerst, oké, nu voel ik me wel patiënt. Ik had ook een mooi boek gekregen van mijn ex-directeur, Borst vooruit. En dat boek is ook geschreven in zijn samenwerking met Daniel de Hoed. En ik had dat boek gekregen en dat was ik op een gegeven moment gestopt met lezen. Want ik dacht ook, alle verhalen die daarin staan, dat gaat mij niet overkomen. Ik doe dit wel even. Maar dat bleek in de praktijk anders. De achtbaan waar je in komt. Er staat een verhaal in van een vrouw die beschrijft dat het gewoon een achtbaan is. Je stapt eigenlijk in het karretje wat borstkanker heet. En je gaat rijden. En elke behandeling is een soort station. En je doorloopt het allemaal en je doet het. En je ondergaat het. En dan op een gegeven moment is het traject voorbij. Het karretje stopt, je mag uitstappen. En dan? Nou ja, de oncoloog zei ook, dan gaan de klappen komen. Dan ga je in een gat vallen. En dat is ook daadwerkelijk wat er gebeurde. Want ik had 14 vriendinnen om me heen staan die me hielpen. Want ik was immers net gescheiden. Dus je moest het alleen doen. Ik heb mijn kind weggestuurd 4 weken naar Engeland. En ik deed het met mijn vriendinnen. Alleen na dat hele traject, je bent niet meer onder behandeling van artsen. Je bent klaar voor zover. En het is even over. Maar alles stopt. De aandacht stopt. De hulp stopt. En tuurlijk, als je erom vraagt, zijn ze er weer. Maar dat doe je niet. Dus alles stopt daadwerkelijk. En dan val je ook daadwerkelijk in dat gat. En dan word je geconfronteerd met het verhaal, oké, dit is het, daar zit je dan. Want dan ben je kaal en zijn je wimpers weg en je wenkbrauwen weg. En ben je opgeblazen van de medicijnen. En kijk je dus in de spiegel als je 's ochtends de douche uitstapt. Dat is wel confronterend. En je zit letterlijk tussen 4 muren. En ik had een heel druk sociaal leven. Stopt gewoon. En ik heb echt gewoon, eigenlijk tot dan toe, nog geen traag laten. Want het was gewoon een soort van grappig. Ik kreeg 2 protheses. En dat zijn een soort schuimrubberen dingen. En ik kreeg 2 maten. Want eentje omdat de borst was opgezet, een kleinere en een grotere voor als het dadelijk geslonken was. En die zaten in een soort van kleine doosjes. Schoenendoosjes leken het wel, van die babyschoentjes. Ja, je wordt steeds zwakker en je gaat in de spiegel kijken. Ja, je ziet er echt uit als een kankerpatiënt. Ik heb echt een vriendin tegenover me gehad, die keek me aan. Ik zeg, oké, zeg maar wat je denkt. Ze zeggen, wil je het echt weten? Ik zeg, ja. Ik zeg, want waarschijnlijk ga jij zo zeggen wat ik denk. Ze zegt, nou, je bent nu echt een kankerpatiënt. Ja, ik zeg, nou, dat klopt. En alle mensen op straat ook. Iedereen knikt naar je, iedereen lacht naar je. Ik ben een open persoon. Maar op dat moment, als ik nu lach naar ze, denken ze, de mensen niet goed. Maar toen lachte iedereen terug.
Want ja, je bent immers een kankerpatiënt. En je blijft ook altijd een voor en een na houden. Dat is ook. Elke foto die ik zie, denk ik, oh ja, dat was toen. Dat was daarvoor. Dit is allemaal erna. Mijn leven was altijd druk. Altijd heel sociaal. Veel verjaardagen. En wat ik nu merk is dat ik gewoon heel vaak nee moet zeggen. Of vroeg naar huis ga. En wat mensen niet zien, je hebt natuurlijk social media. Dus dat ziet er altijd heel leuk uit. Dan ben je natuurlijk op feestjes, dat plaatsje. Maar wat ze niet zien is dat ik ervoor en daarna vaak lig te slapen. Mijn dagelijkse avonden om 9 uur 's avonds eigenlijk stoppen. Als mijn dochter van 13 naar bed gaat, ga ik ook naar bed. Omdat ik het gewoon niet trek. Ja, en dat is wel eens moeilijk, want je verliest ook vriendinnen. Je verliest ook vriendschappen. Omdat mensen zoiets hebben, je bent nu toch klaar. Je bent dadelijk 2 jaar verder. Wat zeur je nou eigenlijk nog? Je ziet er weer goed uit. Je haar is weer wat. Je wenkbrauwen zijn terug. Je wimpers zijn terug. Je ziet er toch goed uit. Ja, alleen je voelt je niet altijd goed. Je kan gewoon vaak niet meer. En tuurlijk zoek je je grens op. Ik bokste destijds 7 dagen in de week. Nu ben ik het weer sinds vorige week aan het oppakken. Ik doe dat. Maar ik ben wel bijna een hele week moe. Maar ik besef me ook dat ik er doorheen moet. Weet je, het leven gaat door. Dus stel je niet zo aan. Kom op, je bent er nog. Je ziet er goed uit. Wat zei ik je nou? Op dit moment gaat het goed. Ja, ik werk weer volledig. Ik heb een borstreconstructie gehad. Mijn 4e operatie. En ik heb er nog 1 op de planning staan in oktober waarschijnlijk. Dan gaan ze nog de tepel afmaken en opspuiten met buikvet van boven. Zodat het echt gelijk wordt. Ja, voor de rest ben ik onder controle. Alleen mijn oncoloog zei wel, wij doen geen uitspraak. Wij gaan je niet na 5 jaar feliciteren en zeggen dat je klaar bent. En niet meer hoeft terug te komen. Want hij zegt, ik heb zo vaak genoeg meegemaakt dat ze weer op de stoep staan na een maand. Hij zegt, dus die uitspraken doe ik niet. En ik had op een gegeven moment, destijds met de chemokuren, had ik dexamethason. Nou, ik kan je vertellen, dat heeft al heel veel met mijn karakter gedaan. Mijn dochter vroeg op een gegeven moment, mama, heb jij scheldchemo's? Want ik leek wel of ik Gilles de La Tourette had. Ik liep alleen maar te schelden en te tieren en te doen. En ik heb een vriendin bijna mijn huis uitgeslagen. Want die kwam binnen en die merkte dat het niet goed ging. Dus die vroeg op een gegeven moment van, kom naar je toe. Toen heb ik gevraagd, nou doe dat maar niet. En toen trok de deur open, toen stond ze er toch en ze stapte naar binnen. Ik zeg, als je mijn huis niet uitgaat, ik zeg, sla je er echt uit. En die heb ik ook echt bijna geslagen. En uiteindelijk heb ik de koelkast geraakt. Onderzoek naar kanker is gewoon noodzakelijk. En naar die gensoorten, dat is noodzakelijk. En ik denk, waar ze nu mee bezig zijn, de technieken, om die beter te maken. Ze zijn zelfs al bezig, heb ik in ieder geval gehoord, om te kijken of chemotherapie wel noodzakelijk is voor mensen. Ik ben daar ook een voorstander van, om mensen langer bedenktijd te geven. Ik heb ook pas een gesprek gehad op de mammocare afdeling en gezegd van, joh, als je me langer de tijd had gegeven, had ik ook chemotherapie geweigerd. Want logisch nagedacht, 3 tumoren in mijn borst en een borstamputatie, die 3 tumoren zijn weg. Die uitzaaiing in mijn poortwachtersklier was een micrometastase, een kleine uitzaaiing. Ook die is eruit gehaald, dus dat is weg. Dan wordt er gezegd, we gaan ervan uit dat het verder nergens zit. Als dat zo is, dan is die chemotherapie toch ook preventief geweest. Als ik dat dus op voorhand had geweten, had ik het geweigerd. Dus onderzoek vind ik heel belangrijk. Ook om die technieken te verbeteren. Chemotherapie maakt namelijk zoveel kapot. Lichamelijk, geestelijk. Ik denk dat op dat moment, als ik het niet had gehad en mijn haar was nog lang geweest en dik en hoe het toen zat en ik voelde me goed en ik had een topconditie, dan had ik wel zo weer aan het werk geweest. En dan had ik geestelijk deze klap niet gehad. Dus ik zeg nog, ja, als onderzoeken dit kunnen verbeteren, graag. Maar haar verliezen was het allerzwaarste.
Vond ik zelf. Dat is ook eigenlijk, ja, sorry, ga ik weer. Het enige wat ik steeds herhaal. Mijn haar. Mijn borst maakt er niet uit. Maar mijn haar. Vond ik echt een drama. Vind ik nog een drama. Ik betrap me er steeds vaker op dat ik niet anders in het leven ben gaan staan. Ik denk wel dat ik door de scheiding en door het ziek zijn nog spontaner, nog opener ben geworden naar mensen toe. Sneller mensen opzoek. Maar of ik heel anders sta, ik denk dat ik mezelf meer aan het terugvinden ben. Maar ik denk dat het ook inherent is aan een scheiding. Geen verantwoording meer hebben aan iemand, maar echt puur op jezelf aangewezen zijn. Eigenlijk zou je dan moeten denken, ja, je moet de dag plukken en je moet doen, want het kan morgen voorbij zijn. Maar toch wacht ik ermee. Ik hoop dat ik heel oud mag worden. Ik hoop dat ik het geluk weer mag gaan vinden. Dat mijn dochter leuk opgroeit, stevig in het leven komt te staan. Mijn baan, dat ik gewoon gelukkig ben. Misschien waardeer je wel, dat is misschien wel zo. Ik denk dat ik hiervoor wel materialistischer in was gesteld. Ik woonde in Nesselanden, in een mooi groot huis. 2 auto's voor de deur. En nu heb je zoiets van, ja, een huis maken, geen thuis. Het gaat om wat erin leeft en hoe je het hebt. Ik denk wel dat je het kleinere bent aan het waarderen bent op dit moment. In dat opzicht ben ik misschien wel anders geworden. Ook de vraag, hoe gaat het met je? Standaard vraag toch? Alleen bij mij zit er altijd een lading onder. Hoe gaat het met je? Ja, ik kan niet volstaan met goed en doorlopen. Want ik word altijd teruggehaald. Gaat echt goed met je? Dus de vragen blijven constant maar komen. En het blijft. Dus ik had echt zoiets van, ik ga het niet doen. Maar op een gegeven moment heb ik er wel van alles op gezet. En toen heb ik wel gezegd van, joh, luister. Ook ik lig wel eens op de bank. Met het idee van, joh, ik pak een enkeltje trein. Ik ben er klaar mee. Ik doe het niet, maar het gevoel is er wel. Ook ik breek wel eens. Want het was altijd, oh, jij bent zo sterk. Jij bent zo fantastisch. Jij doet dat allemaal maar. Nee, ik doe het niet allemaal. Ook ik breek. En dat heb ik dus uiteindelijk stukje bij beetje. Want ik had inderdaad toen op een gegeven moment na die longembolie een blog op Pink Ribbon geschreven. Waar dus heel veel mensen op reageerden. Ik heb toen op een gegeven moment toen ik dat boek Bos Vooruit dus moest gaan lezen van de psycholoog. Heb ik op Bos Vooruit eigenlijk gereageerd. Niet realiserende, want ik ben ook nog een soort no-no op dat sociale media gebied. Dat dus gezien werd. En ik zei dus ook letterlijk van, oké, het boek heb ik gelezen. En alle verhalen kloppen gewoon. Het is gewoon niet normaal. Elk verhaal. Iedereen gaat door hetzelfde proces heen. Heel veel vrouwen die reageren, ik doe dat even, ik ga er doorheen. Maar uiteindelijk toch de deksel op de neus krijgen. Omdat het gewoon niet zo makkelijk is. Dus ja. Je moet. En ik moet bij wat ik zeg. Je bent alleenstaande moeder. Dus je moet werken. Dus je moet door. En je gaat door. En ik had zelfs met de mammografie afdeling. Dat was ook zo'n verhaal. Ik moest twee keer in het jaar moet ik op controle. 1 keer op gesprek. En 1 keer bij de chirurg na alle controles. En ik zei op een gegeven moment, ik zeg, maar waarvoor moet ik komen? Jij gaat mij vragen, hoe gaat het? Ik zeg, dat gaat goed. En dan mag ik weer gaan. Ik zeg, vind zonde van mijn tijd, vind zonde van jullie tijd. Ja, maar is protocol. Ik zeg, nou zullen we daar gewoon vanaf stappen? Ja, we gaan even overleggen. Ja, is goed, we gaan van het protocol afstappen. Dat was nog allemaal in mijn stoere periode. We bellen je wel. De eerste belafspraak. Hoe gaat het met je? Nou, op dit moment even niet zo goed. Ik heb echt wel best wel geestelijk zwaar. En ik begin te huilen. Ze zeggen, oké, ik wil je vanmiddag zien. Ik heb om 3 uur een gaatje. Je komt. Ik zeg, dat is goed. Ik leg de telefoon neer. Het licht ging uit. En ik heb alleen maar gezeten. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Dan mijn directeur die heeft me weg laten halen.
Nou, en toen kwam ik dus bij dat crisisteam terecht. En dan word je dus onderzocht, wil je echt niet meer? En dan krijg je allerlei kalmeringspillen. Dat ik dacht, oké, waar ben ik nu in terecht gekomen? Dit wil ik ook niet. En dan moet je gesprekken gaan voeren. Van oké, hoe ver is ze? En dan de vraag, ga je ons bellen? Ik zeg, ja, wanneer? Als ik er echt wil uitstappen? Ik zeg, wat denk je zelf? Zal ik je bellen? Dat denk ik niet, hè? En uiteindelijk dan laten ze je los en dan ga je naar een psycholoog. En ik heb er echt inmiddels 3 versleten. Bij de eerste heb ik gewoon op een gegeven moment dat ik binnenkwam en die vroeg aan mij: ja, hoe gaat het? Ik ging zo zitten. Ik zeg: goed. Ik zeg: maar ik was eigenlijk niet van plan te komen. Ze zegt: hoezo niet? Ik zeg: omdat ik geen zin heb om tegen je te praten. Ze zegt: nou, dan ga je toch weer. Ik zeg: is goed. Ik heb mijn jas aangetrokken, ik heb een handje gegeven en ben gegaan. Ja, en uiteindelijk kom je dan bij een eerste lijnspsycholoog. En die praat je er dan doorheen. Maar ook dan kom je weer tot het besef, je moet het eigenlijk allemaal zelf doen. En dat is wat je dus doet.